We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de middag en vroege avond is er kans op lichte tot lokaal matige onweersbuien, mogelijk vergezeld van plaatselijke windstoten, vooral in het kustgebied. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden. Het weer voor morgen wordt overwegend droog en zonnig voorspeld. De MDS waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 40 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook geeft de MDS aan dat er kans is op windstoten, voornamelijk langs de kust.